Heeft hij gezegd? De dollar gaat stijgen. Wat zullen we hem nog meer vragen? Stel, we zijn in contact. Wat zien jullie dan aan het doen? We hebben iemand opgeroepen. Met een telefonische oproep? Nee, we hebben een dode opgeroepen. Stil nou. Hey, zeg, doe even normaal. Wat zien jullie aan het doen? Frans, dit is een spiritistische seance. Wij communiceren met overledenen. Kun jij dat dan? Maar natuurlijk kan ik dat, Frans. Dat komt wij. Ik ben ontzettend mediamiek en daar komen ze graag op af. En? Lukt het? Oh, fantastisch. We hebben al zoveel doden gehad, hè, jongens? En allemaal grote figuren. En ze zeggen zulke interessante dingen. Wat dan? Nou, we zijn nu bijvoorbeeld in contact met Kennedy. John Kennedy of Robert Kennedy? John. John F. Kennedy. John komt altijd het beste door. Oh, ik dacht Robert. Want die is toch korter dood? Oh, maar dat is niet belangrijk, Frans. Het gaat om de geestelijke kracht. Nou, John F. Kennedy zei bijvoorbeeld... waar zijn de grote leiders? Goed gezien, hè? Want dat is waar de mensheid behoefte aan heeft. Aan grote leiders. Maar spreekt hij dan Nederlands? Nu wel, Frans. Dat valt allemaal weg in het hiernamaals. En toen vroeg ik hem wat hij van Carter vond. En toen zei hij... Kan Jimmy niet meer lachen? En toen vroeg ik, wie moet Carter opvolgen? En toen antwoordde hij, Jimmy heeft toch ook een broer? En toen zei ik, is die dan geschikt? En toen antwoordde hij, Jimmy ook niet. Je ziet, hij is nog niets veranderd en compleet op de hoogte. Het is verbazingwekkend. En toen vroeg ik hem of hij een boodschap voor de mensheid had. En toen antwoordde hij, de dollar gaat stijgen. Het is te gek. Zeg, wie heb je nog meer gehad? Oh, zoveel. Hier, Gandhi. Gandhi zei bijvoorbeeld, ga naar de derde wereld. En toen vroeg ik, hoe bedoelt u? Mm-hmm. En toen zei hij, via Utrecht. En Sukarno was ook mooi. Oh, Sukarno was inderdaad fantastisch. Sukarno zei, alle Nederlanders zijn corrupt. Ja, maar dat is toch niet waar? Dat zei ik ook, Frans. Maar toen zei hij, jawel, koninklijk goedgekeurd. Oh, daarmee bedoelt hij zeker. Natuurlijk, die bedoelt hij. Oh, wacht even, hier heb ik nog een ander. Beethoven. Ik vroeg aan Beethoven, componeert u nog? En toen antwoordde hij, kan niet verstaan. En toen vroeg ik, wat vindt u van de hedendaagse muziek? En toen antwoordde hij, ik ben niet ziek, ik voel me prima. En toen vroeg ik, wat vindt u dan van popmuziek? En toen antwoordde hij, popmuziek is niks, veel te zacht. Zeg Pien, heb je ook Nederlanders gehad? Ja, Wilhelmina hebben we opgeroepen. Wilhelmina zei, van acht moet gaan fietsen. In de Tour de France? Ja, dat weet ik juist niet, Frans. Want later zei ze ook nog, Joop is beter. Maar ik weet niet welke Joop ze bedoelt. Een uil of zoete melk. Zeg, kunnen jullie niet nog iemand oproepen? Ik wil het wel eens meemaken. Hij kan ons wel joinen, hè? Hmm. We hebben Kennedy nog aan de lijn. Wil je hem wat vragen? Ja, wat hij van acht vindt. Oh, Frans, ik ben bang dat hij niet zal weten wie dat is. Het zal niet de eerste zijn, trouwens. Nou, laat het maar eens proberen. Leg je vinger op het glas en concentratie. John F. Kennedy. Wat vindt u van Dries van acht? Frans, beheers je alsjeblieft, ja? John F. Kennedy, wat vindt u van Dries van acht? Zie je wel, nooit van gehoord. Maar kunnen we dan niet iemand anders oproepen? Oh, jawel, Frans. Zeg maar, wie wil je hebben? Nou, oh nee, die leeft nog.
Ik weet het goed gemaakt. Laten we zomaar iemand oproepen. Gewoon kijken wie zich meldt. Vinger op het glas. En concentreer je, vooral Frans. Is er iemand die zich wil manifesteren? Is er iemand die zich wil manifesteren? Hé, hey, Pien, je duwt! Ik duw helemaal niet, Frans. Hoe kom je erbij? Kijk maar, ik laat het glas los. Nou, zie je wel. Ach, ik vergis me, want ik ben het medium, dus ik moet het glas natuurlijk blijven vasthouden. Maar ik duw niet, Frans. Hoe kom je erbij? Dat doet het glas zelf. Ik probeer het nog eenmaal. Is er iemand die zich wil manifesteren? Stil, daar komt hij weer. Wie bent u? Wilt u uw naam spellen? M A O M-A-O? Mau! Mau! Mau Tse-toe! Oh, jongens, dit is heel bijzonder. Met Mau heb ik nog nooit gesproken. Mau! Heeft u een boodschap voor ons? Zeg, is hier ergens een Chinees? Het is Mau. Is hier een Chinees in de buurt? Nee. Ach, kom, overal val je dood over die Chinezen. Zal er in deze stad geen Chinees zijn? Oh, in de stad stikt het van de Chinezen. Zie je wel, ik val om van honger. Wie wil er nog meer olympia? Ah! Oh, Lars, wij dachten allemaal dat jij Mao was. Oh, omdat ik olympia wilde. Maar we zijn net in contact met Mao. En dan komt hij binnen en begint uitgerekend over Chinezen te praten. Nou, het zou echt te gek zijn hoe Frans. Het gebeurt namelijk haast nooit dat er een geest in de kamer verschijnt. En dat je... Hè? Wat is dit? Wat gebeurt er? Die man, die grijpt mijn hand beet. Welke man? Die man hier naast mij. Meneer, wat doet u? Ik ben aan het componeren. Kun jij dat dan? Nee, ik niet. Maar die man wel. Het is een componist. Wie is het? Ik weet het niet. Het is een man met een baard. Had Beethoven een baard? Nee, Bernard Shaw. Ja, maar dat was geen componist. Oh nee. Ik weet niet wie het is. Het is een man met lange grijze haren en een baard. Vader Abraham misschien? Stil. Nu komen we aan het crescendo. Zo, klaar. We schrijven er nog iets bij. Opgedragen aan Jasperina. Hey, Verdi! Och, jongens, het is Verdi. G. Verdi, de grote Verdi. Het is toch Giuseppe Verdi? Ja, natuurlijk de grote Giuseppe Verdi. Meneer Verdi. Meneer Verdi. Meneer Verdi. Ach, wat jammer. Hij is al opgelost. Zeg, Pien, ga je die muziek nou ook voor het programma gebruiken? Maar natuurlijk, Frans. Verdi is toch al meer dan 50 jaar dood. Dus het is vrij van auteursrechten. En het is bovendien schitterende muziek, zeg. Dat zie ik Joop Stokkermans nog maar niet maken. Hé, hey, dat is flauw, Pien. Die leeft nog. Oké, Lars, die leeft nog. Maar toch mis je dat in deze tijd. De echte genieën. De grote figuren. Waar je naar op kunt kijken. Ik hoorde als kind op school vaak over die lui met pit. Als Churchill en Charles de Gaulle en Johan de Witt. En over Van Schaffenaard, Napoleon.
Zeg, wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Hoe vinden jullie mijn huis? Cozy honk, hè? Ja, ik ben hier echt te gek gelukkig, hoor. En als je nou toch nagaat hoe ik ooit begonnen ben, hè? Kijk, toen ik moest trouwen met Gijs, kreeg ik van mijn ouders dat fietsenschuurtje. Oh, die grasmaaimachine heeft toen nog zo ontzettend in de weg gestaan bij de bevalling. Maar daar gaat het nou niet om, daar wilde ik het niet over hebben, natuurlijk. Ik wou het even met jullie hebben, gezellig, over dat fietsenschuurtje. Nou goed, dat fietsenschuurtje hebben we toen verkocht voor een ton KK. Kost de klootzak die erin trapt. En voor die ton hebben we toen die plaghut gekocht in Drenthe, weet je wel. Maar ja, de huizenmarkt was in die tijd zo'n 6, 7 jaar terug echt te gek om los te lopen. Dus wij natuurlijk ook niet op ons achterhoofd gevallen. Hebben onmiddellijk die plaghut weer verpatst voor 2 ton. KK kost de klootzak. En toen kochten we in Westkapelle die bunker. Toen was ik nog met Archie. Maar ja, de huizenprijzen bleven nog steeds maar als een gek de pan uitreizen. Dus binnen zo'n 2, 3 jaar hebben wij natuurlijk die bunker weer verpatst voor 4 ton. KK kost de kous op de kop. En toen kochten we in Utrecht die beeldschone patio-woning met die vaste barbecue in de tuin. Oh jongens, een dolle tijd gehad, een dolle tijd gehad. We hadden echt een te gekke togetherness. Ik maakte nog versjes in die tijd. Zondagmiddag. De muziek van Charlie Mingus dreunt door onze patio. Echt een dag voor Cunilingus, of heet dat fellatio? Maar daar gaat het nou niet om, hoor. Daar wilde ik het natuurlijk niet over te hebben, hè. Dus schrik maar niet, hoor. Nou goed, en toen mijn Wim wegging uit Utrecht bij de Nederlandse spoorwegen, weet je wel. Toen hebben we onmiddellijk die patio-woning weer verkocht voor 6 ton. KK kost de kat in de zak. En toen hebben Piet en ik dit hier dus gekocht. Dit was horizontale verkoop. Het is vroeger een bordeel geweest. Zal ik jullie het huis eventjes laten zien? Ja, 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 ja. Ja, dat vind ik zelf namelijk ook altijd zo enig. Als ik bij iemand voor het eerst op bezoek ben en ze laten me dan het hele huis in, ben ik altijd dolgelukkig. Ik laat het nu meteen even zien. Hier heb je dus de living, hè? En als je even meeloopt, dan kom je vanzelf zo in de sleeping. Aan die kant is de cooking. Hier is de berging en daar is de vliering. En wat voor mij ook altijd ontzettend belangrijk is, want ik ben dol op bloemetjes en planten, ook nog een flinke tuin erbij. Met een vaste barbecue. Maar die is nog uit Utrecht, ja. Ja, dat moet ik jullie nog eventjes vertellen. En dan gaan we verder met vrolijk dansen en zingen, hoor. Ik ben namelijk te stapelgek op het verzamelen van souvenirs. Overal waar ik kom, moet en zal ik eenvoudig iets meenemen. Vooral uit hotels. Dat is begonnen met kleine dingetjes, een lepeltje, een stukje zeep, handdoeken, bijbels, schilderijen. Deze stoel bijvoorbeeld. Deze stoel komt uit de Holiday Inn in Leiden. Vind je hem niet beeldig? Ja, ik vond hem ook zo beeldschoon. Ik droeg hem meteen de Holiday Inn uit. Maar ja, één stoel is natuurlijk niet voldoende om een heel appartement in te richten. Gelukkig voor mij is de Holiday Inn een keten van hotels door heel Nederland. Ik ben gewoon overal een nachtje gaan slapen. Deze komt uit Arnhem. Deze uit Maastricht. Deze uit Rotterdam. En dan had ik er ook nog eentje meegenomen uit Groningen. Maar die ging kapot, dus die heb ik teruggebracht. Nou, laat ik jullie nog eventjes mijn allerlaatste aanwinsing doen. Dan hou ik op met zeuren, hoor. Die prachtige open haard daar in de hoek. Vind je hem niet schitterend? Ja, hè? Hotel Cocagne, Eindhoven. Schitterend exemplaar, hè? Ja, die mensen in Eindhoven hebben een fantastische smaak, hoor. Zeg nou zelf, waar vind je tegenwoordig nou nog hotels met zulke prachtige open haarden? Nergens meer. Ik heb de laatste. Trouwens, een prettig hotel, hoor. Oh, dat is zo'n prettig hotel daar. Alleen, ik ga er nooit meer slapen. Er is laatst een tientje van me gestolen. Ja, gewoon gestolen, gejat. Het is toch vreselijk, hè? De mensen doen toch maar tegenwoordig. En denk nou maar niet dat het Hollanders zijn die zoiets doen. Nee, dat zijn geen Hollanders die zoiets doen. Er is toch zeker geen één Hollander die nog een hotel schoonmaakt. Het gaat de verkeerde kant op met Holland. Let op mijn woorden. En ik denk vaak bij mezelf. Waar moet het naartoe? Oh, als ik denk aan mijn Holland uit vroegere tijd, voel ik onwillekeurig de tranen van spijt.
Want wat was het toch knus? En wat was het toch leuk? En wat stond het allemaal in een zeer goede reuk? Door de zindelijkheid van ons Hollandse ras. Ja, toen was je nog trots als je Hollander was. Maar dat Holland van vroeger, dat is er niet meer. En het was toch zo mooi en apart. Met zijn kaarsrechte sloten en kaarsrechte leer. En alleen op de kousen maar zwart. O, mijn Holland van vroeger, mijn Holland keer weer. Want het gaat me toch zo aan mijn hart. Ja, we hadden het allemaal goed voor elkaar. En dat was ook best logisch. Zeg, Hendrik heeft zich laten helpen aan zijn eigen. Of neem Lodewijk en Piet. Oh nee, die niet. En al die jaren dat ik riep, ik heb twee kinderen, het is zo leuk. Dan zeiden zij, oh ja, dat zal wel zijn. Maar die twee van jou zijn klein. En dat was waar, ze waren klein. En ze zijn leuk zolang ze door de zandbak kruipen. Maar neem nou maar van
eenzaam, dat is met een jaar of wat gedaan. Ze moesten kinderen met 12 jaar verzuipen. Steeds moest ik mijn nageslacht verdedigen, want wat kunnen ze je misselijk beledigen. Zo, de jongste is al 7 en de oudste 8. Nou, gelukkig wonen jullie aan een gracht. Of dat zeulen met dat grut, dat zal wel gaan in het begin. Maar ik snap niet dat jij het niet eens in je rug krijgt. Dan zei ik, stomme egoïsten, jullie zien totaal niet in wat je daar allemaal als ouderpaar voor terugkrijgt. Oh, de kinderbijslag soms, weer zoiets stoms. Jullie snappen er echt niks van. Het is heus een groot genot. Mijn vrienden zeiden dan, jij denkt zo primitief. Ze zijn nu allebei nog lief. En dat was waar, ze waren lief. Maar afgezien van rode hond en bof en stuipen, gaat nou alles nog vanzelf. Want ze zijn pas 10 en 11. Ze moesten kinderen met 12 jaar verzuipen. Ik zei, je moet wel van ze houden, maar je moet ze ook vertrouwen. Als volwassenen beschouwen, maar dan kun je ook op ze bouwen. En het is per slot je eigen vlees en bloed. Opvoedkundige systemen zeggen, je krijgt pas problemen als je privacy gaat claimen. Je moet geven en niet nemen, kom je kinderen in godsnaam tegemoet. Kijk, je moet ze dikwijls even ruimte gunnen om te leven en je het voorbeeld geven, waar was ik ook weer gebleven? Hoe dan ook, je moet bewust zijn wat je doet. Maar dat vind ik juist het mooie, het kan vriezen maar ook dooien. Als zo'n kind zich gaat ontplooien, moet je daar niet aan gaan klooien. En dan komt het later allemaal wel goed. Maar nu zijn die twee van mij aan het puberen, met een ommezwaai die grenst aan het luguberen. Heel de dag op stap en nooit meer tijd voor een gesprek. Nee, het blijft bij mens, hou jij nou maar je bek. Zo'n lief zit bij de Hells Angels, hij is amper 14 jaar. Zo'n kaal geschoren in het leer geklede schooier. En mijn dochter 13 jaar, maar ze zit prima in elkaar. Die heeft een vriend, nou ja, een vriend, zeg maar een pooier. Al het geld gaat bij ons thuis, nou in de kluis. We hebben om de andere dag hier de politie aan de deur. Oh, waarom worden wij daarmee geconfronteerd? Waarom ging het zo verkeerd? Want dat is waar, het ging verkeerd. En hoor ik ze om 3 uur 's nachts naar binnen sluipen, denk ik hoe ik het bekijk. Mijn vrienden hadden toch gelijk. Ze kunnen zich zodra ze 12 zijn zelf bedruipen. En het lijkt me meestentijds een soort verlossing wederzijds als hun ouders op hun 12e jaar verzuipen. Meisje, haar mond half open en haar ogen dicht. Een wipneus en vooruitstekende tanden. Als je het goed bekijkt, geen mooi gezicht. Volgens het onderschrift dood aangetroffen in zo'n pension waar niemand kent. Gelieve de politie op te bellen, als u per ongeluk familie bent. Ze lijkt zo'n jaar of 17 geworden, daar is ook voorlopig op geschat. Want uit haar spullen werd geen mens wat wijzer, behalve dan dat ze haast niks bezat. De kleren die ze droeg
plastic tasje, wat klein geld en een nogal vuile spuit. Plus 23 duur betaalde dromen, herkenbaar aan de prikken in haar huid. En het zal natuurlijk best haar eigen schuld zijn. Ik ben niet zo goed thuis op dat gebied. Want wie aan dat soort dingen gaat beginnen, die vraagt toch om ellende, is het niet? Maar ik moet steeds weer naar die foto kijken en denk, is er nou niemand die haar mist? Ze had mijn eigen dochter kunnen wezen. Hoe weet ik eigenlijk dat het niet is? Met z'n drieën, met z'n drieën in het bad. Waarom moest jij verdwijnen, Katelijne? We sliepen met z'n drieën onder een oude jas, met opgetrokken knieën op een mottige matras. En we sliepen in termijnen, Katelijne. O Katelijne, Katelijne, je was zo vaak de mijne. Katelijne, Katelijne, kom terug. We waren met z'n drie voortdurend bij elkaar. Jij speelde poppen op je gammele gitaar. En wij zongen de refreinen, Katelijne. We waren met z'n drie een levend fenomeen. En Katelijne zie je, nou zit ik met hem alleen. Breng de zaak weer in het reine, Katelijne. O Katelijne, Katelijne, je was zo vaak de zijne. Katelijne, Katelijne. Z'n drieën, als jin en jin en ja. Maar je ziet bij trilogieën wel, ze duren wat te lang. Want jij ging chagrijnen, Katelijne. Toen kreeg je theorie van drie is veel te veel. En tal van dingen die je niet aanvaarde kon moreel. En je liet je ondermijnen, Katelijne. O Katelijne. Katelijne, we gaan naar de Filistijnen. Katelijne, Katelijne, kom terug. We zitten met z'n twee, maar daar is weinig aan. We leven met z'n twee, sinds jij bent weggegaan. Ook alleen op medicijnen, Katelijne. Maar onze sympathie berustte nog bij jou. Op onze blote knieën smeken wij, kom toch gauw. Er gaan een massa treinen, Katelijne. Katelijne, lieve kleine, alle goede dingen zie je. Gaan uiteindelijk in drieën. Katelijne, Katelijne.
is weer donderdag, 6:30, jazzballet. Het vaste punt in menig vrouwenleven, jazzballet. 12 vrouwen, niet zo jong meer in een broek of een majoor. Niet zo lenig meer als vroeger, alles hangt een beetje zo. 12 vrouwen in een zaaltje, 12 foto's voor de deur. 12 vrouwen in een zaaltje in een wekelijkse sleur. Repeterende remedie tegen rimpels, tegen vet. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, jazz ballet. Het is raak als je maar net kunt lopen, jazz ballet. Dan gaan je ouders roze schoentjes kopen, jazz ballet. En ze zeggen, je bent lief en je bent knap, hoor maar waarom. Heb je toch zo'n slechte houding, waarom loop je toch zo krom? Het is het eeuwige verhaaltje, je krijgt nooit een goede man. Dus dan zit je in je zaaltje en dat doe je wat je kan. Met een glissade, met een sprong omhoog en met een pirouette. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, jazz man verschenen, jazz ballet. Elke week opnieuw een avond trainen, jazz ballet. Er komt een kind, er is een tweede, die bikini moet weer aan. En je man is zo afwezig, leeft alleen nog voor zijn baan. Ach, hij had al dat schandaaltje met dat meisje van kantoor. Dus dan sta je in je zaaltje, zet je beste beentje voor. Je blijft van hoop begaan het vechten, intensief en nauwgezet. 7, jazz ballet. Ze hebben allemaal weer ingeschreven, jazz ballet. 12 vrouwen, niet zo jong meer, maar nog altijd aan de lijn. Bang om alles te verliezen en zo bang om oud te zijn. 12 vrouwen in een zaaltje, 12 foto's voor de deur. Het is het eeuwige verhaaltje van de oeverloze sleur. Volgende week dezelfde tijd, oh god, ik haat dit tot en met. Ik zal er zijn, ik geef niet op hoor, en ik hoop dat ik het red. One, two, three, four, two, two, three, four, three.
Sorry hoor, ik moet eventjes uithijgen. Oh nee, dat is wat anders. Dat is mijn bijverdienste. Ja, alleen wat het geluid betreft, hoor. Ik maak namelijk als bijverdienste de geluiden bij de seksscènes in de film. Zo. Daar ben ik heel toevallig ingerold. Oh, dat kan ik wel even vertellen. Ik had op een dag een afspraak in een café in de binnenstad in Amsterdam. En ik was veel te laat van huis gegaan, dus ik moest rennen om toch nog op tijd aanwezig in dat café te kunnen zijn, hè? Of, hè? Ik kom daar aan en ik sta er nog een potje te hijgen. Nou zit er vlak naast me zit een filmregisseur. En die man die hoort mij hijgen en plotseling zegt hij... Ga even door. Nou kon ik moeilijk anders, want ik stond nog steeds naar adem te happen. Dus ik hijg nog een poosje door. En toen zegt hij... Zou jij dat geluid in mijn film willen maken? Want dit is precies het geluid wat ik zoek. Ik zeg, wat maak jij dan voor een film? Toen zegt hij, een speelfilm? Ik zeg, ja, waar heb je mijn geheig dan voor nodig? Toen zegt hij, voor het oudste geluid ter wereld. Ik zeg, het oudste geluid ter wereld. Is het een pornofilm? Nee, zegt hij. Nee, zegt hij. Ik ben een beetje verkouden. Nee, zegt hij. Het is geen pornofilm, het is een speelfilm. En het gaat dus over een gebroken relatie. Nou hebben gebroken relaties mij altijd bijzonder aangetrokken. Dus ik begon er meteen al wat voor te voelen. Maar eerst vroeg ik nog even of de seks in zijn film wel functioneel was. Ja, want als de seks in zijn film niet functioneel is, dan kom ik natuurlijk niet hijgen. Ja, zegt hij, het is heel functioneel, want tijdens de seks breekt die relatie. Nou, toen was ik er natuurlijk meteen voor gewonnen, hè. De volgende dag zat ik al in de geluidsstudio met mijn geluid, maar... Ik moet u eerlijk zeggen, ik maakte er in het begin nog helemaal niks van, hoor. Het had meer iets weg van zo'n oude locomotief en zo'n western. Ja, dat is ook wel een oud geluid, maar niet het oudste geluid. Maar goed, die regisseur was een erg vriendelijk man, die wou mij graag helpen. En die zei, weet je wat, trek even al je kleren uit, dan gaat het vast beter. Ik zeg, ja luister even, wil jij een seksscène of wil je het geluid van een seksscène? Nee, zegt hij, ik wil alleen maar het geluid. Ik zeg, oké, laat me dan nu even met rust. Ik moet me nu even concentreren. Dus ik denk even diep na. En opeens had ik het. Mijn zangleraar. Ja, zijn lessen bedoel ik. De toonladders. Enzovoort, enzovoort. Het was de vondst, want binnen 5 minuten had ik de hele seksscène erop geheigd. En nu ben ik ontzettend veel gevraagd. Ik zit minstens wel 1 keer per week in een geluidsstudio. Ja, niet omdat er in Nederland zoveel films gemaakt worden, maar omdat er in Nederlandse films altijd zoveel seksscènes zitten. En de laatste tijd ben ik ook al erg vaak gevraagd in het buitenland. Ja, je bent niet taalgebonden, hè? Het klinkt in elke taal hetzelfde. Alleen voor Duitsland neem ik er altijd nog even het jodelen bij. Voor die Duitsers geloof ik hetzelfde. Nou, het is ontzettend leuk werk, hoe kan ik u vertellen. Het is ontzettend leuk werk. Het is alleen een beetje eenzaam, hè? Ja, wat stel je nou maar voor? Je zit daar in een geluidsstudio. Met een geluidstechnicus, met de filmregisseur en met het filmbeeld. Nooit met een collega. Nee. Nooit met een collega, want mannen maken geen geluiden bij de seks. Ja, in het echt wel. Ja, maar in de film niet, dat hoor je toch nooit? Dat hoor je nooit, dat mag geloof ik nog niet. Maar het zal er wel gaan veranderen, hoor. Want reken maar uit, het is maar een paar jaar geleden... dat mannen bij seksscènes in de film nog hun broek aan moesten houden, hè? En nu mogen ze ook al regelmatig in hun blootje, dus dat hijgen, dat zal ook nog wel komen, denk ik. Oh, voor ik het vergeet, ik heb wel eens een keertje met een vrouwelijke collega gewerkt. Voor een lesbische scène. Zij was een alt en ik een sopraan. En toen hebben we 2 stemmen geheigd. Nou, dat klonk mooi. Oh, net een plaat van Letty de Jong, maar dan met z'n 2. Nee, het is echt ontzettend leuk werk, hoor. Ik ben ook ontzettend blij dat ik het mag doen. Maar alleen, ik zei het al, je zit daar ook maar met zo'n regisseur. Nou, en zo'n regisseur, die weet werkelijk van niks, hè. Kom ik laatst in de studio. Ik zie de filmscène. Ik zeg, moet ik daar geluid bij maken? Die vrouw die kan zo helemaal geen geluid maken.
En een andere regisseur, die maakte het helemaal te bont, zeg. Die wilde dat ik een seksscène van 15 seconden zou hijgen. Nou, ik zeg, kom jongen, zou jij daar niet eens een keer een goed boek over lezen? Ja, je moet namelijk weten, 45 seconden is net het minimum. En dat noem je dan nog een vluggertje. Dus ik stond erop om 45 seconden te hijgen. Anders kan ik er als artiest en als vrouw niet achter staan. Wat gebeurt mij? Een paar maanden daarna, ik zit in de bioscoop. Ik hoor die bewuste scène van mezelf terug. Hebben ze de band met mijn geluid sneller afgedraaid? Het was net de verkrachting van een smurfenvrouwtje. Nou, ik word niet gauw kwaad, maar toen werd ik echt goed woedend, hoor. Ik werd zo razend, ik heb onmiddellijk mijn naam van de titelrol laten schrappen. Ja, want ik sta ook op de titelrol. Sensual Sound en dan mijn naam. Ja, dat ziet u natuurlijk nooit, want er staat u al lang buiten. Ja, dat vind ik jammer hoor, dat mensen nooit naar de aftiteling bij de film kijken. Want het gebeurt mij ontzettend vaak dat wanneer ik in de bioscoop een bepaalde scène van mezelf terughoor, dat er dan een man voor me een beetje zenuwachtig in de weer gaat zitten schuifelen en zo. En dan denk ik altijd, man, jij moest eens weten wie er achter je zit. Nou, mijn hijg schijnt echt iets bijzonders te hebben. Nou, moet ik zeggen, ik heb natuurlijk een immense ervaring op kunnen doen, hè. Oh, ik heb al in zoveel films geheigd. Een van mijn eerste films was Wat zie ik? Nou, het was een heel werk, hoor. Maar wel erg dankbaar. Want de meeste mensen zeiden, nou, wat zie ik? Ik wist niet wat ik hoorde. Nou, eens even kijken, wat heb ik nog meer geheigd? Pinkeltje heb ik ook nog geheigd. Dat was meer het kleine werk dus, hè. En in Soldaat van Oranje heb ik Wilhelmina geheigd. En in Dr. Flimmen heb ik als een paard geheigd. Ach, ik heb al zoveel geheigd. Ik heb nu nog maar één wens. Er is één vrouw. En daar komt binnenkort een film over. Er is één vrouw. En die zou ik zo graag willen hijgen. Die zou ik zo graag willen doen. Fanny Blankers-Koen. Vandaag de koers van Stevensweert naar IJsselmonde. Er kwamen 58 dames aan de start. Er werd meteen al flink gekort, want iedereen was ongelooflijk opgebonden. Ja, het ging hard. En Truus van Loenen sloeg een gat van 8 seconden. Toen zei ik tegen Ansefien, dat zijn we meiden. U weet wel meiden, bij de heren heet dat knecht. Ik zei, dat komt heus wel weer terecht. We moeten al te grote inspanning vermijden. Tot Papendrecht, daar zal ik Truus dan wel eens van de weg afrijden. Helaas, we hadden al problemen onder bladen. Ans zat kapot en viel terug en bovendien kregen we toestanden met Fien. Ze had een steenpuis als een rijpe vijgendadel. Ik zei, laat zien. Biefstuk op je zadel. Nou, Ans kwam terug en deed meteen een massa kopwerk. Want onder vleuten stond zo'n nare westenwind. Ik dacht, ga jij je goddelijke gang maar horen, lieve kind. Ja, moet je luisteren, het heeft per slot geen zin dat ik me al dood opwerk. Ik doe de sprint en een vedette moet zich sparen voor het topwerk. Het ging niet kwaad, maar onder assen moest ik plassen. Nou ja, u weet, de meeste mannen doet dat niet. Die doen dat rustig op de fiets. Maar ja, dat varkentje, dat ze jukt mij niet wassen. Toch is het iets dat je behoorlijk hindert als je door wilt chassen. Nou goed, dan toen ik onder dronten weer contact had, lag Truus van Loenen onderhand op één niet. Wij wisten allemaal acuut dat Truus er vooruit toen zo stevig in gehakt had. Kwam absoluut omdat ze weer eens flink gespoten en gepakt had. Kijk, wij worden dus door Kees en Kaaspaleis gesponsord. Kijk maar, hier staat het, Kees van Kaas, ach, Kaas van Kees. En Kees is altijd bij de race. Hij heeft zo'n jeepie waarmee hij rond het peloton snort. En oh, die vrees van Kees dat het geen prijs voor één van ons wordt. En onder Ede zag ik dat hij zette grienen. Denk nou
een beetje om een kaas, riep hij ondaan. Jij kan die truus toch zeker wel verslaan. Dat moet toch kunnen met jouw kracht en jouw routine. Dus ik ging aan. Maar niemand volgde me, het leek wel een combine. En onder dronden kreeg ik Guus weer in de smiezen. Ik zag meteen een haar totaal verkrampt te zit. Die meid is helemaal niet fit. Dus ik riep terug bij het nou maar op je valse kiezen. En zij riep shit, shit, riep ze tegen mij. Je denkt toch zeker niet, Craig, dat ik straks ga verliezen? Ik riep ze, Craig, dan blijf je met je dikke kuiten. Maar Truus verdomde het en deed geen meter kop. Ik had mijn lens getrapt voor nop. En onder huls lag ik zo wat binnenstebuiten. Ik gaf het op, zodat de hele meute rustig aan kon sluiten. Toen kwam de meet in zicht, ik wist nou voor het knokken. Maar Fien die nog prins heerlijk op haar biefstuk zat, die sloeg onmiddellijk een gat. En toen heeft alles voor mij de eindsprint aangeplakt. En dat was dat. Ik weet de hele concurrentie van de sokken. Truus van Loenen. Een tweede plaats voor Fien, een vijfde plaats voor Ans. We deden een soort vreugdedans. Er kwam een knappe jonge heer om mij te zoenen. Er kwam zo'n krans. Er kwam geen einde aan en ik was kampioen. Wat zitten jullie nou allemaal stomzinnig naar me te kijken? Wat is er? Heb je dan ooit een vrouw op de fiets gezien? Huh? Wat is er nou? Dan uit een vrouw zien fietsen. Terwijl ze de kinderen achter op de school brengt, zeker? Huh? Wat is er nou? Wat is er nou zo gek aan? Oh, wacht eens even. Dit misschien. Het is bij mannen ook al niet om aan te zien. Ik deed de zaak alleen in het bestuur. Er waren geen commissies en geen leden. En toch liep alles soepel en secuur. Er waren jarenlang geen moeilijkheden. Ik nam de stukken door, ik stemde ermee in. Ik vroeg beleefd het woord, ik kreeg het en dan sprak ik. Als te lang werd voor mijn doen, dan onderbrak ik. Als ik iets voorgesteld had, kreeg ik ook mijn zin. Ik hield het kort en drie kwartier was mijn limiet. Ik was de penningmeester en de secretaris. Ik notuleerde alles zelf, wat geen bezwaar is. Wanneer je weinig zegt en zoveel, zei ik niet. Die tijd behoort helaas tot het verleden. Ik word beticht van pure dictatuur. En iedereen riep meer dan ontevreden. Het gaat totaal niet goed met het bestuur. Het bestuur heeft behoefte aan structuur. En een vrouw die hoort erbij, die ziet de zakenkamer breed. Ja, een vrouw die maakt de zaak compleet. Vrouwen hebben eigen wetten, zal ik even koffie zetten. En we vergaderen, we zien wel wat het wordt. Een hele avond is waarschijnlijk nog te kort, want elke kwestie kost meteen een half uur. Maar verder gaat het goed met het bestuur. Het bestuur, heeft behoefte aan structuur. En een homo hoort erin, dat maakt de zaak zo homogeen. Ja, een homofiel, daar kun je niet omheen. Nou, ik zou de zaak bevriezen en een andere in gaan kiezen. En we vergaderen, daar is weer een rapport. Een hele dag is hoogstwaarschijnlijk nog te kort. Er springen grote stukken van mijn tandglazuur. Maar verder gaat het goed met het bestuur. Het bestuur, heeft behoefte.
behoefte aan structuur. En een jongere die hoort erbij, dat is een soort profeet. Ja, een jongere die maakt de zaak compleet. Weekend is van rempel nog te kort. Ik werk me elke keer opnieuw het avenzuur. Maar verder gaat het goed met het bestuur. Het bestuur, het bestuur. Geen behoefte aan structuur. En voor gastarbeider zijn we zo begrijpend en gastvrij. Dus een gastarbeider hoort er zeker bij. Ik heb toch niks te vragen. Ik heb maar 14 dagen. Een zaaltje huur. Het gaat ontzettend goed met het bestuur. Het bestuur, het bestuur. Heeft behoefte aan structuur. Dus er komt een welzijnswerkster als een soort geleide hond. Ja, een welzijnswerkster maakt de zaak pas rond. Kijk, nu zou ik aanbevelen om een rollenspel te spelen. Ik heb toch niks te vragen. Ik heb pas 14 dagen. Dat komt allemaal. Het bestuur, heeft behoefte aan structuur. Een gehoorgestoorde komt op zo'n manier wat aan de weet. Een gehoorgestoorde maakt de zaak compleet. Ja, ik hou wel van de Beatles, maar alleen met 100 titels. Ik blijf jullie aanbevelen om een rollenspel te spelen. Dikke heeft toch niks te vragen, dikke heeft pas 14 dagen. De scholen, ach, laat me niet lachen. Daar wordt ampel op uitspraak en spelling gelet. En het opstel schijnt niet meer te machen. Geen mens kan zijn taal nog kennen, nog wat lezen. Fatsoenlijke scholen kosten zeker veel te duur. Het is een ontwikkeling die volgens mij onaanverrechts moet wezen. Zo krijgt de jeugd nog nooit geen kijk op de cultuur. Het valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ken er zelf niet bij dat hun de functie van het onderwijs vergeten. Maar hun zijn dus de geleerden, dus veel kundiger als mij. Dus hun zullen het dus wel het beste weten. Ik geef eens even één voorbeeldje. Neem nou de premier, als hij hem zijn opinie wil gaan zeggen. Die altijd met zullie, dan lul hij niet meer. Nee, dan moet ik echt even gaan leggen. Mijn school intertijd wou de taal intrigeren. Ze wouden dus dat er veel werd voor gedeclameerd. Maar als ik nou naar mijn dochter kijk, wat hun dan nou dan moeten leren. Dan leren hun het tegenswoordig toch verkeerd. Het valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ken er zelf niet bij dat hun de taal wat al te zout hebben gegeten. Maar hun zijn dus de geleerden, dus veel knapper dus als mij. Dus hun zullen het dus wel het beste weten.
ze zelfs op de lagere school nooit geen zinnetjes meer te ontleden. Ach, die mannen van wie dat niet hoeft, die zou ik graag proberen om over te reden. Ach, heren, ik weet, te ontleden is moeilijk, maar al wie zijn kansen even goed dan ik benut. Die kunnen taalbeheersing, maar u is nog erger als verfoeilijk. U stelt een hele generatie voor, Piet Lut. Dat valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ben er echt niet bij dat er dus ergens met de pet naar wordt gesmeten. Maar hun zijn dus de geleerden, dus ervarender als mij. Dus hun zallen het dus wel het beste weten. Ik lig meneer bij die geleerden, maar het is laag bij de grond dat ik en u voor ouderwets worden versleten. Er is niemand straks die even goed zijn taal beheerst dan ons. Maar aan mij kan dat dus niet worden verweten. Of niet dan wel? De blanken in Zuid-Afrika, met banken in Zuid-Afrika, vol bordjes slechts weer blankes, bijbelvast en niets ontziend. De blanken in Zuid-Afrika, met banken in Zuid-Afrika, waarin het grote geld ligt dat door zwarten werd verdiend. Die blanken zeiden, kijk als er kritiek is op apartheid en verstardheid, nou dan maken wij meteen een gebaar dat werkelijk uniek is. En dan geven wij die Bantoes een gebied voor hen alleen, een thuisland. Maar een thuisland is geen land, het is een ghetto. Een thuisland is gewoon een stuk woestijn. Het is een hel en het is zwart op wit gelogen dat het voor iemand ooit een thuis zou kunnen zijn. De zwarten in Zuid-Afrika, met harten in Zuid-Afrika, die vlammen voor de vrijheid met een fel en donker vuur. De zwarten in Zuid-Afrika, ze starten in Zuid-Afrika hun daden van verzet tegen de blanke dictatuur. Verzet dat zich tot nu toe nog liet smoren door de dubbelblanke sabels van politiepelotons, maar dat steeds van zich zal laten horen. Stop apartheid en terreur, maak van Zuid-Afrika voor ons een thuisland. En de dag komt dat de zwarten zullen winnen in Johannesburg, in Bloem en Springfontein. Dat wordt een hele zwarte dag voor al wat blank is. En het staat vast wat de gevolgen zullen zijn. De blanken in Zuid-Afrika bedanken voor Zuid-Afrika, bedanken voor gelijkheid onverstoorbaar en massaal. De banken in Zuid-Afrika, van blanken in Zuid-Afrika, bewaren naast het goud ook nog een ander kapitaal. Een paspoort van de staat der Nederlanden. Hulle blij, niet bij die kaffers, nie en is zo baie blij te hernieuwen die oude vriendschapsbanden. Ja, geloof me, voor die blanke Afrikaanders worden wij een thuisland. Als u denkt dat worden stevige problemen, kijk maar naar de Surinamers, het kost tijd om zo'n groepering snel een eigen plaats te geven. Om te leven met zo'n nieuwe minderheid. Het is niet eenvoudig om zo'n groep te integreren, zeker als hij zwart is en zo arm als Job. Maar die blanken met hun geld en hun ideeën, ach, die vallen hier in Nederland niet op. Het is al lang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten. Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat
dat er hier een komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest en wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden, wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteerders, zullen die dan ook hun stem verheffen? De verontrusten, zullen die dan ook het kwaad beseffen? Wat weet ik van degenen waar ik door omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant en wie grijpt naar een wapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langskom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen. Zelf bereid zal zijn om me te weer te stellen. Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn, zal ik dan kunnen zwijgen als ik iets niet prijs wil geven? Zal ik dan kunnen sterven als ik graag wil blijven leven? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Wie zullen dan de jagers zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levenden en de klassen hoger zat hij, maar hij liep met jou. En je rapport werd onvoldoende, want hij leerde hoe je zoende. Dus voor straf moest je eraf. En toen maakte hij het af. Hij maakte af wat net begonnen was. En door een mist van fietste jij naar huis. Zijn naam in Ballpoint wilde nooit meer uit je legertas. Je kreeg weer bendes, nieuwe pukkels, want je ouders waren sukkels.
en je wou het liefste dood. En zo werd je langzaam groot. Groot, het werd een groot kantoor, een iets te dikke donkere man had er de leiding. Jullie verhouding duurde korter dan zijn scheiding, die na 4 jaar net niet doorging, toen zijn vrouw tenslotte voorging en hij toetrad tot de staf. Dus toen moest hij van je af, hij maakte af wat nooit begonnen was. En in de half door hem betaalde kleine flat dacht je een jaar over wat waar en wat verzonnen was. Had hij je borsten mooi gevonden, wou hij echt met je naar Londen, of hij toch nog om je gaf. Langzaam kwam je van af. Trouwden. Al onze plannen heb ik 7 jaar onthouden, maar jij hebt ze laten vallen, één voor één, en nu dan alles wat we samen zouden doen. Wanneer was je laatste zoen? Maak toch eens af waar je voor tekende. Waar ik op rekende was niet dat alles werd. Dit huis is afbetaald, geen schulden meer, niet 1 cent. Stop eens wat meer in mij dan sherry, vlug niet voor de kinderherrie. Maak je niet overal van af, want je maakt me langzaam af. U bent natuurlijk vredelievend, u bent natuurlijk heel humaan. En wapens vindt u vreselijke dingen. En als ze vragen wie er zin heeft om een keer op jacht te gaan, bent u de eerste om verontwaardigd op te springen. En als uw zoontje Erik Jan vraagt om een klappertjespistool, terwijl u hem toch zo goed begeleid heeft, dan stuurt u hem onmiddellijk naar een Montessori school. Of u sluit hem in de kast op tot hij spijt heeft. Maar wees eens eerlijk, bent u ook niet eens een keertje bezweken voor zo'n schietkast, weet u wel. Zo'n automaat met zo'n net echt lijkend geweertje. Want ja, het is toch leuk, het is maar spel. Zo'n automaat met zo'n decor uit de Wilde West, bijvoorbeeld de saloon van Daisy Belle, met loesje cowboys, met zo'n openhangend vest en met zo'n meid met van die geile jarretellen, met een beroepsspeler die ruzie wil gaan zoeken. In your hands of that gun me, you've lost again. En in die white men die. En dan voor sheriff spelen lijkt u dat niet lekker. En voor 1 piek heeft u de vinger aan de trekker. 1 gulden in de gleuf, 3 tellen wachten.
denken. En ook zo'n cowboy heeft u nimmer iets gedaan. U bent nog altijd te genuanceerd aan denken. Maar neem zigeuners, dieven, junkies, zakkerellers. Je geld of je krijgt een nerf tussen je ribben. Of van dat tuig dat zo je auto gaat staan malen. Hé, hey, zak je even lekker in elkaar, allemaal jochie. Oh ja, die raakte u. U zou ervan genieten. Want die zijn tenminste echt om op te schieten. Was weer mis, want u schiet niet gemotiveerd. U ziet nog steeds de medemens in al die schurken. U denkt nog altijd maar dat schieten is verkeerd. Ze zijn kansarm misschien, of wellicht zijn het Turken. Maar als het bommengooiers zijn of extremisten. Wir kampen gegen den imperialismus. Of fanatieke vliegtuigkapers, terroristen. Ja, die zou u dan beslist wel kunnen raken. Want die lui die zijn toch echt om af te maken. Als u en dus niet gefrustreerd. Een terrorist schiet altijd raak als hij terug schiet.